Vandaag ga ik tonen hoe je een rits met één vis instikt. Een rits met één vis, of een rits die eigenlijk heel veel gebruikt wordt in de pantalons. Dus deze rits gaan we nu in een oefening ook gaan maken. We beginnen met de voorbereidingen. Dat is eigenlijk de onderschiet voorbereiden. Wat houdt dat in? Dat is eigenlijk een stukje stof van 8 cm breed. Dat je gewoon in twee gaat strijken, dan de kant overlokken en daarop mag je eigenlijk al de rits gaan vaststikken. Wat kan je nog doen als voorbereiding? Dat is eigenlijk het stukje naad, meestal zal dit een middenvoornaadje zijn, dichtstikken tot daar waar de rits moet beginnen. Dus dat kan je ook al doen. En dan ook goed aanduiden waar middenvoor zich bevindt, want dat zal hierbij blijken heel belangrijk te zijn. Dan gaan we ons kledingstuk gaan voorbereiden door te strijken. De kant waar het beleg zich bevindt en waar dan uiteindelijk ook het sierstiksel zal komen, die gaan we strijken op middenvoor. Dus ik heb hier een rode lijn aangebracht, dus we gaan die mooi strijken op middenvoor. De andere kant echter, waar de rits zal onderschuiven, die gaan we ook strijken, maar we gaan deze strijken een paar millimeter voorbij middenvoor. Dus deze lijn is middenvoor en de strijklijn zal een paar millimeter naar links vallen. Uiteindelijk komt natuurlijk op het einde middenvoor terug op middenvoor. Dat is wel de bedoeling. Waarom is er aan middenvoor hier een paar millimeter bijgevoegd? Dat is omdat de rits een beetje dan opschuift en dan niet direct zichtbaar is. Dan gaan we de rits daaronder plaatsen en mag deze gestikt worden hier net langs. Een speciale pantalonrits heeft eigenlijk hier een extra haakje, waardoor dat deze rits goed dicht blijft. Maar het is wel belangrijk dat je dan hier de naadwaarde goed respecteert, zodanig dat je vlot de tailleband daar nog kan aanstikken. We gaan de sluiting bij het stikken een klein beetje open doen en als we dan een klein stukje gestikt hebben, dan past de naald in de stof en dan kan je de sluiting weer dicht doen. En dan gewoon stikken. En dan gewoon stikken tot waar de naad begint. Wanneer dit ingestikt is, gaan we daarna de middenvoorlijnen op elkaar plaatsen en dit goed gaan dichtspelden. Dus als je dat goed hebt dichtgespeld aan de goede kant, ziet dat eigenlijk er zo uit. Aan de binnenzijde ziet het er nu zo uit, dus de onderschiet heb ik goed weggespeld. Het volgende wat we gaan doen is het ritslint vaststikken op het beleg. Dus enkel niet door alle stoflagen heen. Dan gaan we de rits insteken. Aan de kant op het ritslint. Gewoon tot het einde op het ritslint. En natuurlijk hechten op het einde. Dus de rits is er bij deze echt ingestikt. Alleen het enige wat ons nu nog rest is eigenlijk het beleg vaststikken aan het voorpand. Indien we dat niet zouden doen, dan zou natuurlijk dit gebeuren, want de rits is er wel ingestikt volledig, maar we hebben hier nog altijd het losliggende deel van het beleg. Dus dat gaan we hier nog eens doorstikken, zodanig dat ook dat mooi plat blijft liggen. Daarbij ook nog eens aanhalen dat ik hier een kleine marge gelaten heb met de onderzijde van de rits. En dat is om dan hier gemakkelijk het sierstiksel met een boogje te kunnen geven en zeker niet met de naald terecht te komen op de metalen rits.
Ik heb ervoor gekozen om het beleg vast te stikken op 2,5 centimeter vanaf middenvoer. En ik heb dat gemerkt door middel van een krijtlijn. Dus dan gaan we dat instikken. Wanneer we bijna aan het einde zijn, gaan we met een boogje eindigen hier waar de naad stopt en de ritsopening begint. Je kan dat ook recht doen en dan met een scherpe hoek, maar meestal gaan we zien dat dit met een boogje gedaan wordt. Je kan in plaats van te hechten ook de draden naar de achterzijde doorhalen en die dan gewoon knopen. Maar dat is iets minder sterk. Vandaar dat ik toch vaak opteer om toch heel subtiel te hechten. De rit zit er nu volledig in. Wat ga ik nu nog doen? Dat is de merkenlijn verwijderen, strijken en dan gaan we nog heel even het onderschietje vastleggen. Het allerlaatste wat we gaan doen is de onderschiet vastmaken aan het beleg door middel van enkele steken.